Geef, heb ik in ieder geval. Ja, dat is waar, dat is wel laat. Dit, nee, dit moet een nut als je het gaat hangen. Dus als je nou even de hoogte meet, ja, en deze hoogte, dan hebben we ongeveer al waterpas en dan okay, de waterpas erop. Zaaltekst, nieuwe zaaltekst, eenvoudig. Zo. Mooi zo. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom. Als lid van Eri Camera met de taak een tentoonstelling te organiseren, wil ik even de aftrap verzorgen. We hebben dus nu op een heel andere manier ons fotowerk tentoongesteld. Boven en onder elkaar, naast elkaar, onregelmatig en regelmatig. De verscheidenheid is groot. Dat snapt u omdat we met 14 totaal verschillende mensen zijn. Eri Camera bestaat 50 jaar. Een beetje een jus geven, een beetje extra. En daarom hebben we Peter Tobe uitgenodigd. Ik wil Peter graag het woord geven om met enige jus deze jubileum tentoonstelling officieel te openen. Nou,
ben. Bedankt voor de introductie. Beste leden, familie en kennissen. Fotoclub Irikamera heeft gevraagd om een inleiding te verzorgen bij deze jubileum tentoonstelling ter gelegenheid van de 50-jarig bestaan. Dank voor de uitnodiging en ook het vertrouwen. En dat laat deze tentoonstelling ook zien. Elke fotograaf is natuurlijk een individu, heeft een andere kijk en maakt andere foto's, heeft andere belangstelling. En dat zie je uit dus zeg maar de waaier van uiteenlopende manieren van fotograferen, zie je dat in. Wat mij opvalt in de tentoonstelling eigenlijk is dat er enkele leden zijn die, terwijl je door de focus kijkt, hier een presentatie gemaakt hebben die niet gefocust is. Dat levert niet een soort visuele samenhang op, die denk ik een tentoonstelling natuurlijk aanzienlijk sterker kan maken. Dus door een opgelegde zelfbeperking hè, bereik je eigenlijk het meesterschap. Zo zou je dat kunnen stellen. Tentoonstellingstechnisch. Ik heb wel eens een tentoonstelling gemaakt. En dan denk ik van, goh, ik snap dat jullie een probleem hadden met de lege binnenruimte. Dat snap ik. Maar moet je die dan opvullen met sokkels en keramische beelden, waarvan ik dan eigenlijk de relatie qua beeldtaal met de foto's niet zie. En dan vraag ik me dus af of dat zinnig is. Het gaat erom dat je zelf iets kijkt, dat je zelf consequent fotografeert. Het moet een soort levenshouding zijn. Want een kunstenaar die maakt ook niet toevallige schilderij. Nee, die is daar zijn leven mee bezig. En met fotografie wil je niveau en kwaliteit bereiken, moet je daar ook gewoon altijd mee bezig zijn. En natuurlijk zelf kritisch zijn. En die consequente visie, manier van kijken, moet door het oeuvre herkenbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet mag experimenteren. Natuurlijk, want experimenteren helpt om juist die rode draad te vinden. Hè? Maar een goede foto moet op het netvlies blijven hangen. En dat is heel belangrijk. De amateurfotograaf moet natuurlijk ook een liefhebber blijven. Die vooral plezier aan het fotograferen beleeft. En dat enthousiasme in zijn fotobeelden hè, aan de beschouwer probeert over te brengen. En ik denk dat dat vandaag met deze tentoonstelling gebeurt. Hartelijk gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. En hopelijk vinden jullie jongere generaties die er nog eens 50 jaar aan toe willen voegen. Want kennis en ervaring moeten met enthousiasme doorgegeven worden. Dank u voor uw aandacht. Dank je wel. Ontzettend bedanken, omdat van vragen leren vaak nog het meeste. Dat is zo. Nogmaals bedankt. Oké, goed. Dank u wel. Bijdrage. Ik maak street photography, ben alleen maar street photography en vaak doe ik dat grote steden. Hier bijvoorbeeld was ik vorig jaar in Rome voor bijna een maand en deze beelden komen allemaal uit die vakantie. Ik ga gewoon op straat lopen, zie waar ik tegenkom en liever niet zonder voorbereiding. So, ik ga daar naartoe, zie wat daar is en dan met toeval laat gebeuren en zie wat ik tegenkom. Ah, kijk. Oh, dus het is de westerse omgeving, maar toevallig. Voornamelijk mensen met relatie tot een ander continent, om het zo te zeggen.
Van mij is deze foto de man met zwarte jek tegen de grijze achtergrond, omdat hij zo'n uitstraling heeft. Die ogen en dan die prachtige baard in contrast met wit op de achtergrond. En dan ook nog de grijze achtergrond is een perfecte combinatie. Prachtige foto. Vijf nonnen, vijf zusters van een religieuze orde, die intensief met elkaar in gesprek zijn. Het is echt een plaatje uit het leven gegrepen. Ze hebben allemaal een verschillende gezichtsuitdrukking. Dat spreekt me erg aan, deze foto. En die foto van de jonge vrouw met die blik. Prachtig die ogen, mooi van verlichting en keurig in beeld. Nou, die vinger daar in het midden in beeld is ook gewoon leuk. Ik ben lid geweest van Lichtstad 51. De vraag, zijn er leden van Lichtstad 51 die wel eens een keer toneel willen fotograferen? Ik heb me toen gemeld en ik heb dus in 2004 de eerste uitvoering van het Philips toneel gefotografeerd, dat als je geconcentreerd bent op beeld, dan hoor je het verhaal niet. Dit zijn uiteindelijk foto's die ik van de laatste 5 jaar bij elkaar heb gezocht en die mij aanspreken vanwege de combinatie van licht en gelaatsuitdrukking. Ik fotografeer graag mensen, maar voel me daar heel vaak te verlegen voor, want voor een goede mensenfotograaf moet je dicht op de mens zitten, dicht op je model. En daar heb ik moeite mee, dat kost mij erg veel kruim. Daar heb ik een aantal mensen die ik goed ken gefotografeerd. Dus deze sfeer geeft heel goed weer hoe de waarheid was. Ik heb ook veel gefotografeerd op strijp S. Toen heb ik hem een keer gevraagd, zou het niet leuk zijn om samen nog eens een keer wat foto's te maken? En omdat ik daar in opdracht van Park Strijbeheer fotografeerde, was het voor mij doenlijk om toestemming te krijgen om op het Veemgebouw, dus bij de Philipsklok, te staan. Hij kende de klarinetist. En zo zie je dat ik dus een aantal dingen bij elkaar gesprokkeld heb. Momenteel ben ik nog altijd bezig met Philips toneel. Daar blijf ik mee bezig. En daar heb ik blijvend schik in. En daar zie je dat ze bezig zijn met iets voor zichzelf. En hier zie je dat het toneel is. En dat is natuurlijk heel knap. Want veel toneel is heel echt. En dat vind ik grappig, dat je dat kunt zien. Ja. Ja, de meest centrale die geeft het meest expressief weer waar de mensen mee bezig zijn. De emotie, de gezichtsuitdrukking en de beeldopbouw. Ja, het geheel, dus de vrouw met cello en het geluid, de muziek, gaat op in de omgeving. In de rust, zeg maar, van de omgeving. Ik vind graffiti in die ruimte, donker, met die belichting op die figuur. Vind ik een goede compositie. Dame met het hoofddoek, ja, hier moet ik meteen aan National Geographic denken. En dat was even een binnenkomer. Als je hier de tentoonstelling betreedt, zie je haar het eerst. En het is bijna iedereen opgevallen dat dat een blikvanger is. Ontzettend goed gekozen, een heel mooi portret. Die kijkt je altijd aan. Bij de lijnen zeg maar, van links naar rechts naar boven lopen en een mooi verlicht plafond met een donker contrastvloer. Dat geheel is een hele mooie compositie. Straatfotografie. Waarom straatfotografie? Het is boeiend. Mensen zijn het boeiendste wat er is in deze wereld. Op straat gebeurt heel veel, maar het gebeurt ook razendsnel. Voorbeelden zijn hier, 4 foto's. Bovenste 2 gaan over beweging. De jongen, die heeft de bijnaam Paco Parcours, die springt van de ene paal op de andere. Maar dat was ook voor mij, mijn vinger moest net op de ontspanningknop landen op het moment dat hij daar ook geland is. Onderste 2, de blikken. Wat ook leuk is van de straatfotografie, is interactie tussen de mensen. Wat mensen elkaar vertellen zonder woorden. En een boek met een titel Straat Artist, Straat Art en Straat Photographers. 1 voorbeeld laten zien. Dat is geen mens, maar symboliseert wel mens, symboliseert paparazzi. En sculpturen. Straatfotografie dus.
superlevende beelden. Die ene vind ik ook weer knap. Volgens mij een moment in een sprong pakt. Ook weer gezichtsuitdrukkingen. Je kunt hier ook weer een verhaal bij vertellen. Ik hou van foto's waar verhalen bij verteld kunnen worden. Dit is een heel mooi fragment zonder overtollige ballast. Dame met de gitaar, vrolijk, straat, keurig in beeld. Ik vind dat een sympathieke foto. Deze is mijn favorietste met die vlindertjes van papier. Mensen die ergens mee bezig zijn met veel overgave. En dat zie je ook echt. Ik ben Ernst Katz, kunstenaar. En ik heb mijn atelier direct naast de kruisruimte. Jan heeft het boek gemaakt. Het is een verbinding tussen kunst, fotografie en de mens. De insteek was in verband met het 50-jarig jubileum om in ieder geval oud werk en nieuw werk te combineren. Vandaar dat er zwart-wit werk hangt van 30 jaar geleden en 27 jaar geleden en nieuwer werk. Daarbij vond ik het ook erg leuk om het oude doka-werk, het oude ambachtelijke werk, om dat te laten zien. De keuze is gevallen op een voetbalserie. Had net zo goed een vakantie in Italië kunnen zijn in zwart-wit. Maar hier zit wat actie in. Ik wilde ook wat actie en mensen laten zien. Dat geldt ook voor de portretserie. Dat zijn allemaal portretten die een verhaal hebben. Gewoon op straat. En het spreekt vanzelf dat de strandfoto's ook buiten gemaakt zijn. De drie onderwerpen die mijn werk vertegenwoordigen. Wat hier aanspreekt in deze serie is het contrast tussen 92 en 2023. Toen heel zwart-wit en nu kleurrijk en fantasievol. Ik vind deze foto met die vrouw met de bal op haar hoofd wel heel erg mooi getroffen. Precies het goede moment. De linkse drie en de rechtse drie naast elkaar vind ik eigenlijk de kracht van de hele fotoserie. Een punke knaap, ja, met piercings. Dit is mijn favorietste, van een strand, de eenzaamheid, maar ook zelfs de geluk. Ik vind dat een leuke combinatie. De lievelingsfoto uitgekozen, en dat is voor mij het strand met de man met zijn hondje. Stilte, wijd landschap, goed weer. Van die groep mannen, allemaal in grijs-witte broeken. Met één die een zwarte is. Ze zijn duidelijk met een spel bezig. Ik zie geen bal, dat het een balspel is. Dat het een gymnastiek is, waarbij ze bepaalde bewegingen maken. Het zou zelfs een dans kunnen zijn. Ja, mijn beelden. Beelden komen op in mijn hoofd, meestal 's nachts. En dan is het aan mij de taak om die beelden te reconstrueren naar wat ik gedroomd heb. Betekenis, symboliek, alles zit erin. Wat ik erin stop, zal niet iedere kijker eruit halen. Wat ik bedoel, ook niet. Maar dat is voor mij niet van belang. Voor mij is van belang dat de kijker met de beelden in interactie gaat en eruit haalt wat zij of hij wil. In feite komt erop neer dat ik eigenlijk de beeld waarin ik leef voortdurend eigenlijk bekijk. Heel lang is dat landschappen geweest, mooie landschappen. Mijn gang van Den Haag naar Eindhoven, dat in hoge mate bepaald heeft wat ik nu fotografeer. Toen ik in Eindhoven kwam, was het een mix van open plekken. Toen Philips verliet, dat is ruim 30 jaar terug, toen kwam er een vraag van Hans Soeten, die bij het Centrum van de Kunsten werkte. Wat vind je van Eindhoven? Ben ik begonnen eigenlijk, wat leeft er in de steden die rondom zijn? Maar waarbij ik alleen maar gezichten zag en de gezichten nooit overeenkwamen met datgene wat er gebeurde. En zeg, ik kan dus eigenlijk dat niet doen. En ik heb dus toen ook woningen gefotografeerd in de zin, daarachter zitten van alles en nog wat, zo kijk ik tegenaan. Ik vind sommige dingen heel erg lelijk, dat heb ik ook vastgelegd. Maar ik heb dit gefotografeerd als een combinatie van datgene wat ik lelijk en acceptabel vind. En de trigger was in feite het stadsparadijs. En gelukkig waren nog de deuren dicht ook.
En ik heb dat dus zo geformuleerd dat eigenlijk, naar mijn gevoel, degene die kijkt, de keuze krijgt om de dingen te plaatsen wat ze willen. En de kleuren van de Celsiuswijk zijn voor mij dus toch een heel boeiend element. Het zijn allemaal technisch uitstekende foto's. De foto van het stadsparadijs, wel heel bijzonder. Het stadsparadijs spreekt mij het meest aan. Dat het paradijs ook nog afgesloten is, maakt het toch spannend. Wordt klassieke beelden, past beter bij zijn stijl. In het midden het stadsparadijs. En dan is het aan de beschouwer om een mening te vormen over de rest van de foto's, of dat paradijs is of geen paradijs. Dat is een prachtige architectuurfoto, straalt rust uit en mooie gebouwen. Maar wat hier ontbreekt is wel de leefbaarheid. Architectuur is mijn grootste hobby eigenlijk. Het gaat bij mij meer om lijnvoering, vlakverdeling. En dat zie je ook in deze mijn presentatie. De linkerkant zijn eigenlijk abstracte details van architectuur. Ik noem dat ook abstracte architectuur. Soms ook een heel tafereel, zoals je bij deze foto ziet. Dat is een brug die mooi gepositioneerd is tussen twee gebouwen. Dat is dan wel een stukje architectuur. En daaronder zie je dan weer een voorbeeld van gedetailleerde foto's van delen van een gebouw. En de lijnvoering daarin, de vlakverdeling, dat is nou precies wat ik abstract architectuur noem. Daarnaast nog wat andere interesses. En die interesses zijn een beetje meer van een verhaal vertellen of een beetje mystiek onderwerpen. En die vind je dan in deze vier foto's, de blauwe en de grijze. De grijze is echt een verhaal. Ik heb daar ook mijn eigen verhaal bij. Dat zal ik u niet uitleggen, dat is privé. Maar je kunt er wel je eigen gedachten bij hebben. De andere foto is precies hetzelfde. Dat is, daar ga je echt voor kijken, hè, van wat bedoel je hiermee? Wat wil je hiermee zeggen? En dat is nou precies wat ik wil bereiken. Dan de laatste foto, dat is de gele foto. Die springt er het meeste uit. En ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat mijn fotografie betreft. De foto's van Bas die spreken mij erg aan en met name de lijnvoering. De foto van de Witte Brug in Bilbao met de achter twee hoge gebouwen. Mooi lijnenspel, mooi weer en een plek die ik ken. Dat helpt altijd bij het waarderen van een foto. Er staat ook weinig op. Lijnen die door vuisten vastgehouden worden. Wie houdt dat vast? Waar gaan die lijnen naartoe? Het komt daar samen. Ik ben altijd gek op dit soort lijnen, omdat ik altijd eerst de lijn zie. En dat pas kan ontdekken, hoe wordt die lijn gemaakt? En hier is gewoon een gang. Dat is gewoon leuk, want mijn eerste beeld was een lijn. Nou, ik ben een man van de natuur. Vandaar. En van water vind ik heel boeiend. Vandaar dit groepje zo. Verder ben ik dit als toevalligheid tegengekomen. En ik vind het wel leuk, want het zijn drie sculpturen. Maar de ene is er door de mens neergelegd. De ander heeft de natuur zelf gevormd. En deze is blijven hangen. Verder heb ik hier wat abstract werk. Het is gewoon van een straat. Een raam in Antwerpen. Dit was op Malta. Door een vrachtwagen die zand vervoerde. Was ergens in België. En ik vond dit wel een statement op dit moment. Why war? Maar van de andere kant ben ik ook wel een vrolijk figuur. Dus vandaar. Die accordeonist, althans, zo zie ik dat erin. Dit is wat ik zo in de jaren gemaakt heb. Hier met deze foto's, wat mij opviel, was die mooie horizon die doortrekt door de beelden. Ja, aan een skelet. Volgens mij stenen en houten zijn. Dus misschien is het gemaakt, het beeld. Dat kan ook puur toeval zijn. Verloren monument, beeld van een man in kleding. Een heel wonderlijk beeld. Dit stilleven met oud papier. Interessant door de kleurcombinatie van blauwachtig met geel-bruinachtig. Contrastkleuren, omdat hij zo weird overkomt. Ja,
Het is een, voor mij een soort abstractie die toch figuren in zich heeft. De buurman samen, ja. Die heeft ook zo'n hobby. Maar die fotografeert geen bankjes, maar die fotografeert afvoerbuizen. Ja. Oh, ik zat ook met het probleem, hoe moet ik nou? Moet ik nou 100 van die bankjes, die heb ik inmiddels. Ja, ja. Amen. Of, mijn dochter was daar net op vakantie, heb ik gezegd, kijk of dat bankje er nog is. Oh. En dat heeft ze inderdaad gedaan en een foto opgestuurd en de leuning is erin. Ah, ja, kijk. Oh, dat is mooi, ja. Ook een bankje, bankjes denk ik, hè. Ja. Ah, hier is bankje, ja, heel goed. Ja, ook nog doordenken. Niet dat daar geen mensen op staan, maar dat het zo mooi diepte geeft. Een vervallen bankje in de Alpen, wel het leukste. Dat is een soort verstrijken van de tijd in een hele mooie omgeving. En ook grappig, die tanga die daar zit. En deze onderbroek hier vind ik de leukste detail. En een bankje in totaal verschillende situaties. En je leert nog wat van de mode ook. Ja, dat is ongeveer 10 jaar geleden dat ik met mijn vrouw in de Vogezen was. En dat trof mij in al die dorpjes de regenpijpen. En daar heb ik eens naar gekeken. En toen ontstond het idee om die regenpijpen te fotograferen. Want elke regenpijp heeft zijn eigen verhaal. Als je nou goed kijkt, hè, dan zijn regenpijpen die naast een muur zitten met hout erin, een regenpijp met deuken, een regenpijp met hele vreemde kleuren eromheen, een regenpijp met iets onbestemds. Dus ja, waarom zit daar een bocht in? Waarom moet dat via zo'n verloopdingetje? Wat betekent dat ding daar? En dat vond ik nou leuk om dat ook samen te stellen. En in grote lijnen zie je aan de linkerkant een doorlopende lijn van verticale regenpijpen. En bij deze is dat aan de rechterkant. En in het midden heb ik de rest gefotografeerd. Het kleurgebruik, kijk eens naar groen hier en oranje hier. Ik heb ze natuurlijk expres naast elkaar gezet om dat wat pittiger te laten uitkomen. En dat vond ik dus leuk aan dat project van de regenpijpen. Ik kan zeggen dat ik hier een verwante ziel herken, omdat hij ook grote hoeveelheden foto's verzamelt van hetzelfde onderwerp en dan daar iets mee moet. Leuk gevonden. Een serie waar je niet één beeld zomaar uitvist, het gaat om het geheel. Ik vind het een prachtig geheel, ik vind wel eigenlijk dat het een beetje te veel is van het goede. Maar als je binnenkomt heb je wel gewoon een kleurig vlak en dan zie je nog niet wat het is. Nee. Dan is het gewoon één groot ding. En pas later zie je de samenstelling. Dus ik vind dat wel, er is ook goed over nagedacht. Ik ben de afgelopen 4 jaar ben ik eigenlijk weer flink gaan fotograferen. Hoofdzakelijk toen portretten. Die portretten die zijn eigenlijk gebruikt om schilderijen te gaan maken. Ik ben eigenlijk steeds meer mijn eigen gaan vastleggen op dingen die in mijn directe omgeving waren. Hoofdzakelijk toch levend zijn. En dat kan in het hele kleine zijn. Er is een microscopisch kleine wereld op zogenaamde macroniveau dat je heel vaak niet ziet. En als je dan zo'n cadeautje hebt dat je A erbij mag zijn, bij bijvoorbeeld een soort van intiem moment, en dat je ook de apparatuur hebt om het te kunnen vastleggen, dan word ik daar wel heel intens blij van. Maar ja, de vogelwereld. Een saaie mus is voor mij niet altijd een saaie mus. En soms komen ze toch zodanig dichtbij dat ik ze mag fotograferen en dat ze ook voor een langere tijd beschikbaar zijn. Dus dat zijn voor mij ook hele kostbare dingen. Ik heb hier toch in het klein een foto neergehangen die mij ook heel dierbaar is. Ik had zelf een schildersatelier in de buurt van het Evelion. En als ik af en toe een beetje vast zat, dan ging ik daar een ronde maken. En in mijn optiek zou dit wel eens een alien kunnen zijn die hier uit een ruimteschip komt. Ik had maar gewoon een mobieltje bij. Zo'n foto is mij net zo dierbaar als degene die hierboven hangt met die libelles. Het is even in het kort veel thema's de afgelopen 4 jaar die ik heb vastgelegd. De opname vind ik knap. Het beeld vinden. Van de meeste van die dieren. Goed gevonden, goed gewacht. Nou, dat zo echt is. Het lijkt heel driedimensionaal en
Ja, het is net of hij zo, als ik mijn hand uitsteek, of hij op mijn hand komt zitten. Die er natuurlijk uitspringt, de foto, is er van de twee waterjuffers die aan het paren zijn. En die foto is scherp en is gewoon een geweldige foto. Met die twee beesten aan het fraaien. Fraaien, dat is een goeie, hè? Dit beeld, een oer-Hollands beeld, gras, begroeiing, wat laag water, waar de grassprieten doorheen komen. Wat koeien, een paard in de verte. Alles heel ongedwongen en naturistisch. Ik ben een documentair fotograaf. Mensen in hun dagelijkse doen en laten. Ik heb voor deze expositie gekozen uit een aantal thema's die ik in de laatste jaren heb gedaan. Ik begin even aan deze kant. Dit is Stadsmallenpark Eindhoven. 4 foto's. Gemaakt over een periode van een paar jaar. En ik heb daar dingen aangetroffen. Mensen op een bankje. Mevrouw heel mooi met mooie lentelicht onder een boom. De OBS-school in Woensel. Dit is gemaakt in het kader van een project Eindhoven-Shenandega. Shenandega was een zusterstad van Eindhoven. En een paar jaar geleden hebben ze dus een tentoonstelling georganiseerd met leven in Eindhoven en leven in Shenandega. Shenandega ligt in Nicaragua. Dit is Kermis in Brabant, ook gefotografeerd een aantal jaren geleden. In de zomer van 2011 om precies te zijn. Ik ben een aantal kermissen in Oost-Brabant af geweest. Met de bedoeling om mensen te fotograferen zoals ze zich gedroegen op kermissen. Soms vrolijk, soms iets minder vrolijk. Beelden van de tattoo shop Deurne. Gemaakt in het kader van de Martin Koppensprijs van een paar jaar geleden. Het thema was moderne rituelen. En ik heb na wat nadenken gekozen om een tattoo te nemen als ritueel. Een serie in de tattoo shop, toenmaals in Deurne. Waar mensen getatoeëerd werden. Wat me bijzonder aantrok was hoe ze het bijna extatisch waren. Deze mevrouw bijvoorbeeld is heel erg trots en blij. Dit is een serie van 4 verschillende thema's. Die allemaal passen in documentaire fotografie, wat ik het liefst doe. De boom in het Stadsmallenpark Eindhoven, eigenlijk zijn het allemaal mensen. En ik vind het toch mijn favoriet zal de boom zijn. Dit is het gezicht van een oude jeugdvriend van. Het zou heel goed een zoon van hem kunnen zijn. Hij is pas overleden. Zijn zoon gesproken en ik denk dat hij dat is. De school is altijd grappig, vind ik. De meeste mensen van, dat is een groep jongeren die herrie maakt. En hier zie je gewoon mensen die heel betrokken bezig zijn, geïnteresseerd zijn in waar ze mee bezig zijn. En deze scènes van de tatoeages vind ik wel het leukste. De serie over de tattoo shop springt er voor mij uit. Knap dat de fotograaf toegang gekregen heeft om daar te fotograferen. Leuk is dat bij deze foto ook een heleboel van de omgeving te zien is. Wat een apart verhaal vertelt. Als je een Herman Brood ziet en een Boeddha beeld, dan begin je al te gniffelen. Maar ook de pijn van de mensen is op de foto's te zien. Het is ons begonnen midden in de coronaperiode. Toen wij eigenlijk allemaal een beetje geblokkeerd waren qua activiteit als fotograaf buitenshuis. Toen heb ik op een bepaald moment Jan Visser eens een mailtje gestuurd van hoe gaat het met jou en fotografeer je nog wat? Op een bepaald moment kwam het idee van, nou Jan, zullen we eens kijken of we achter onze computer samen iets kunnen doen? En toen heb ik Jan een aantal foto's gestuurd met het idee dat Jan daar teksten bij zou maken. We hebben na een paar experimenten allebei gezegd van nou, dit gaan we doorzetten. Het heeft geresulteerd in dit boekje, een nagedachte, een aantal beelden met een soms wat cynisch, soms wat een vrolijke tekst. Waarbij ook wel een beetje onder de oppervlakte toch wel de frustratie en de somberheid van de coronaperiode toch wel speelt. Het is uiteindelijk een mooi monumentje geworden. Het is een mooie combinatie van simpele fotografie, simpele teksten en toch een diepere betekenis. Het boekje is uiteindelijk een verbinding geworden tussen beelden, woorden en mensen. Mijn presentatie heet Atonale Ritmiek. En dat heeft te maken met de verscheidenheid aan beeld wat hier hangt. Zoals Rotterdam. Zoals intimacy.
zoals Blauwe Stad, Scheveningen en City in Fragments. En dat geheel textueel ondersteund op een kaart. Ja, wat zullen we hiervan zeggen? Jan heeft een samenstel gemaakt van totaal verschillende foto's. Wat mij in eerste instantie opvalt, is dat alles buitengewoon goed verzorgd is. Heel zorgvuldig in beeld gebracht en heel zorgvuldig geëxposeerd. Maar aan de andere kant, ja, ik aarzel. Ik vind het aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant ook wel veel. De mooiste foto van het strand, maar dat zand en die schelpjes, ach. Die interieurs met buiten vind ik een heel mooie manier om een ruimte te beschrijven. Wat is binnen, wat is buiten. De linkse, die witte, omdat die is samengesteld uit verschillende andere foto's en het geheel daarvan is een mooi architectonisch abstractachtig effect. Het project City in Fragments is voor mij de favoriet omdat het zo'n knap concept is. Van op zich attractieve stukken architectuur door wegsnijden van de omgeving nog interessanter te maken. De drie foto's van de mislukte paprika spreken me erg aan. Dat geeft aan dat je niet de straat op hoeft voor fotografie. Je hoeft alleen maar te kijken wat er net weggegooid is. En ga daar maar mee aan de slag. Ontzettend mooie kleurrijke collage. Leuk in beeld gebracht. Oh, hier heb je weer die lijnen. Van het begint ergens en uiteindelijk wordt het gewoon iets anders. Hier is het helemaal dichtbij. En daar blijkt ineens heel veel ruimte te hebben. Dat is een goede combinatie, vind ik dat. Zand, zee, het uitzicht, de wijdheid en dan zeker zo'n heel breed strand. Door mijn affiniteit met zand en zee, water, wijdheid, luchten, was het een kleine moeite om een klein beetje zand te verzamelen om de foto van Jan door te laten lopen op de grond. Jouw portretten, ja. Mag ik die in beeld brengen in de video? Niet expliciet. Lopen we? Oké. Van het begin af aan dat ik gefotografeerd heb, eigenlijk wel een liefde voor portretten gehad. Ik vind mensen gewoon heel erg mooi en heel boeiend. Dus dat wil ik graag vastleggen. Ik ben wel iemand die het liefste in de studio fotografeert. Dat is wel een setting waar ik mij heel erg lekker in voel. Dat ik alles eigenlijk onder controle heb en in de hand hou. En wat ik heel mooi vind in mensen is een stukje kwetsbaarheid. Dus ik ben altijd eigenlijk op zoek naar ingetogenheid, kleinheid. Dat zijn de woorden eigenlijk waar ik naar op zoek ben in mijn fotografie. Fotograferen in camera. Een toekomst. Wat willen we? Om in staat te zijn om foto's te maken die nog meer zeggingskracht hebben. Wat een foto bij iemand die naar een foto kijkt van iemand achterlaat. Gedachten, frustratie, boosheid of blijdschap. Dat moet Erik Kamer van de toekomst worden. Op naar de volgende 50 jaar. Het is een hele mooie expositie van veel mensen, dus dat is heel divers. En dat is toch gepresenteerd in een hele rustige compositie. Per onderwerp, bij elkaar. De personen die dus exposeren hebben ruimte gekregen. En dat is heel bijzonder, want ik heb het ook wel eens een keer anders gezien. Thank you.
op Over en Uit. 9 dagen expositie. Afgelopen. Tot kijk.